veranderingen in de maatschappij op dit moment zijn ontzettend snel. Robotisering, digitalisering. Beroepen veranderen, andere beroepen komen ervoor terug. En het is heel belangrijk dat we in het onderwijs daar heel snel op in kunnen spelen. Dat kan eigenlijk alleen als je flexibiliseert, omdat je dat nodig hebt om studenten de ruimte te geven om hun talenten te ontwikkelen. Om ze ook op hun eigen tempo te laten studeren, maar ook om hun eigen keuzes daarin te kunnen laten maken. Flexibel onderwijs vraagt om flexibele systemen. Want docenten die willen voor hun onderwijs die tools gebruiken die op dat moment relevant zijn voor het onderwijs. En studenten die willen ook het ervaren alsof ze in één omgeving aan het werk zijn. Ik zou het heel fijn vinden als we echt een centrale plek hebben die eigenlijk alle applicaties aanstuurt. Waardoor een student één dashboard heeft en een overzicht in één keer van wat er allemaal kan. Zo'n flexibele leeromgeving is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want het brengt ook nogal wat technische uitdagingen met zich mee om te zorgen dat die systemen op de achtergrond goed met elkaar samenwerken. Dat is mede ook de aanleiding waarom we vanuit SURF een demo-omgeving hebben ontwikkeld, waarmee we kunnen laten zien hoe dat werkt voor zowel instellingen als leveranciers. Het is nu heel belangrijk omdat je merkt dat studenten, als ze bijvoorbeeld al werken, heel graag hun werk met hun onderwijs willen combineren. Dat kan eigenlijk alleen als je flexibiliseert. Maar ook omdat bedrijven, organisaties vragen om mensen die flexibel opgeleid zijn. De demo-omgeving is een middel om samen met leveranciers en instellingen te experimenteren en te kijken hoe zo'n flexibele leeromgeving eruit komt te zien. En op deze manier proberen we vanuit SURF de partijen bij elkaar te brengen en de technische expertise in te brengen om dit proces richting de toekomst te versnellen.